De I.O. Opportunity Summit gaat over opportuniteiten. Vandaag de dag zijn er heel veel veranderingen. Denk maar aan technologische veranderingen zoals blockchain, de metaverse, Web3. Dus we zitten met heel veel veranderingen, heel veel challenges, heel veel uitdagingen. Maar daar kunnen we ook opportuniteiten van maken. En daar gaat het event eigenlijk over, waar we onze klanten willen samenbrengen, inspiratie te brengen, opportuniteiten te ontdekken om eigenlijk daarmee aan de slag te gaan. Beweegt ontzettend veel om ons heen. Het gaat hard. Nieuwe opportuniteiten komen dagelijks. En af en toe is het goed om even letterlijk misschien even op die stoel te zitten en luisteren naar inspiratie. Kijken van, hé, wat betekent dat nou? Wat zijn die bewegingen in de markt? En wat zou dat eventueel voor mij als bedrijf of als klant misschien wel kunnen betekenen? Dus het event is echt even een moment om stil te staan bij wat er gebeurt in de markt. En eigenlijk naar die verschillende uitdagingen te kijken en te denken van, hé, dit zijn dingen die we morgen alvast beet kunnen pakken. Dit zijn dingen die we misschien overmorgen beet kunnen pakken, maar uiteindelijk ook als bedrijf klaar te zijn voor de toekomst. Ik denk dat er 4 grote uitdagingen zijn. 4 uitdagingen waar bijna alle bedrijven mee te maken hebben. Enerzijds, als merk wordt het steeds ingewikkelder. We hebben zoveel kanalen om ons heen. En hoe zorg je dat je daar als merk op een consistente manier naar buiten komt? Hoe zorg je dat je de juiste boodschap overbrengt op een doelgroep die overal verspreid zit? Een ander iets is wat aan de hand is hoe blijven we niet vandaag alleen relevant, maar ook morgen. De consument verandert, we zijn aan het digitaliseren, gaan op een andere manier met onze behoeftes om. En hoe zorg je dat als bedrijf dat je ook voor morgen klaar bent? Een derde problematiek die we zeer vaak zien terugkomen, dat is het digitale ecosysteem. Hoe zorg je dat die up-to-date blijven? Hoe zorg je dat die aan elkaar geconnecteerd worden, zodat je kan schalen, zodat je snel naar de markt kan bij veranderingen, bij lancering van producten enzovoort. Dus het gaat echt over dat digitaal ecosysteem uitbouwen, schalen, onderhouden. En dan de laatste, dat gaat over hoe kan je op een intelligente manier groeien? Hoe kan je je sales, je omzet, ook je impact op alle stakeholders, hoe kan je dat gaan vergroten? En dat gaat dan natuurlijk over hoe breng ik mijn boodschap naar de juiste mensen via de juiste kanalen. Dat gaat over campagnes, dat gaat over opvallen. Om op die manier, liefst op basis van inzichten uit data, groei te realiseren. Elke verandering is eigenlijk een kans. En elke kans kan je omzetten naar een opportuniteit. En dat is wat we moeten vastpakken, dat is wat we moeten koesteren, dat is waar we voor moeten gaan. Pak het vast. Doe er iets mee.